Yo mensen, welkom bij een nieuwe video van Tijn Games. En vandaag spelen we Clash Royale. Doe vast een duimpje omhoog en wist je het nog niet. Nou, dan weet je het nu. Er staat game deel 1 tot 3. Maar we kunnen de naam nu niet veranderen. En dat gaan we nog een keertje doen. Zoals je ziet, ik zit naast het spel. En het is geen facecam. Het is ook niet zonder gezicht. Het is met een greenscreen gedaan. En ik vind het eerlijk gezegd zelf heel erg cool. Ik hoop jullie ook. En abonneer als je nog niet bent geabonneerd, want dan kan je nog veel meer video's zien. En we spelen dus vandaag Clash Royale. Ik zit op de account Coole King Tijn, dat is mijn eigen account. En zit in de clan Coole Kreeft, die join die natuurlijk even. We zijn een beginnende clan met 9 leden. Dat is nog niet heel goed, maar als jullie nou gewoon joinen, dan kunnen we daar een mooie clan van maken. Ik doneer altijd als ik kan doneren. En ben ook wel online en de kans is groot. Als je snel komt, dat je nog een keertje tegen mij te vechten komt. Want er zijn dan minder leden. We gaan potjes spelen. Ik zit zo'n beetje op mijn record. 2675. Ik zit dus in Arena 9. En wil eigenlijk vandaag die kroonkist gaan pakken. Maar dan moet het natuurlijk wel heel goed gaan komen. En we gaan even... Oh nee, we wachten even op een betere kist. We gaan even vechten. En we spelen tegen een bringer van Bloodnacht. En waar gaan wij mee beginnen? Oké, we spelen de elite barbaren. En hier spelen we even de Skeleton Army. Oké, hopelijk... Oh, jammer. Skeleton Army. Ik had het niet gewild, maar we konden er niks tegen. We hadden kunnen vuurballen, maar toch maar niet. Oké, dan gaan we elixir sparen voor de bul of de horde gunstelingen met de lumberjack. Kom op. Alsjeblieft, heb geen pijlen. Kom aan. Nou. Oké, hij doet giant skeleton. Kom op, doe damage. Ja, mooi, mooi, mooi. Hij doet gewoon nog damage. Alleen, ik had niks om te verdedigen tegen die Hawk Rider. Dat is dan wel weer balen. Staan we dan ook achter? Ja, we staan achter, maar niet dik. Dus met deze kleine aanval kunnen we vast wel een beetje damage doen. Hij plaatst de knight. Ik paal even zijn hordegunstlingen. Dat is natuurlijk heel erg logisch. En wat gaan we doen tegen die bandit? Dat is ook niet heel moeilijk. Natuurlijk een skeleton army. Hij zept hem. Oké. Dat wordt dan elixir sparen. Pompidompidom. Oké, wat gaan we nu doen? We gaan de lumber... Ik weet niet, waar heeft hij... Oh ja, vorige keer verdedigde hij het met John Skeleton. Maar nu zijn wij sneller. Oh nee, jammer. Ik dacht, nu zijn we sneller, maar dat is niet zo. Maar die John Skeleton killen we wel gewoon lekker. En dat is natuurlijk... Heel erg fijn, want ja, het is gewoon fijn, logisch. Oké, we gaan... Oh, die bubbel, mooi, precies goed gemikt op die... precies goed gemikt op die horde gunstelingen. Ik hoefde gelukkig geen pijlen te gebruiken. Dat is dan wel weer fijn. Oké, we gaan verdedigen met een houthakker... Heerlijk om mee te verdedigen. Maar ook om mee aan te vallen, natuurlijk. Oké, hij heeft een army, dus dan drop ik even de horde gunstelingen. En dit is mooi. Even een skeleton army. En we hebben de tower. Bam, 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 jongens. We hebben de tower. En dit is een heerlijk potje voor ons. En ik zit nu volgens mij op de 2704. Eindelijk zit ik op die 2700. En ik zit nu op mijn record. En dit is echt heerlijk. Oké. Hij heeft 21 trofeeën meer. Maar dat zegt meestal niet heel veel. Ik plaats even de houthakker met de horde gunstelingen. Wat gaat er gebeuren? Oké, mooi. Dit is wel een redelijke aanval. Hij kan wel lachen, maar... Ik heb toch
meer dan 600 damage gedaan. Bijna 100 zelfs. Wat zeg ik? 1000. Oké, dit gaan we even verdedigen met die bul. Nou, niet om te verdedigen, maar ik wil die tombstone dood hebben. Want die kan dan lastig zijn bij de aanval. Hij heeft een golem, dat dacht ik al. Dat is een golem deck met de tombstone. Dus daarom moet die tombstone snel dood. Dit kan nog heel lang gaan duren met die... Dus daarom ga ik de tombstone maar even vuurballen, want hier word ik echt moe van. Hier word ik echt moe van. En ik... Jammer. Echt heel jammer. Dat hij niet gewoon even aardig kan zijn. Dit is... Redelijk jammer. Maar hebben we al verloren? Dat weet ik nog niet. De kans op een nederlaag is wel groot. Maar we hebben nog niet verloren. Ik span hier even door de gunstelingen. Helemaal voorin, ik weet niet waarom. Peter heeft hier geen arrows. Oh, hij heeft de prinses. Die gooit natuurlijk ook arrows, dus dat is alleen maar irritanter. Dan gaan we dit even vuurballen. En dan is die prinses ook meteen meegepakt. Daar ging het eigenlijk om. Maar ook de tower is gepakt. Maar of we dit gaan winnen, ik weet het niet. Ik denk dat hij heeft nu 8 elixir uitgegeven. Ja, ik kan goed rekenen. Nee. Dus ga ik nu aanvallen. En daar heeft hij waarschijnlijk weinig tegen. En dan is dit al mooi. Dan is dit dan heel erg chill en pikken we die tower. En daar ben ik heel erg blij mee. Ik had geen idee wat ik moest doen, want hij had de golem. En ik kon dus niet aanvallen, want met de golem, want dan gaan ze allemaal hitten op de golem. En daar heb ik niks aan. Dus dacht ik, ga ik maar aan de andere kant aanvallen. En dat is goed gegaan. Nu ga ik even de e-barb spannen. Daarachter drop ik nog, daarnaast drop ik nog even die skeleton army. En dan is dit geen hele perfecte aanval geworden. Maar die lumberjack heeft hij vooral gebruikt en dat geldt ook voor de mega gunsteling. Dus dan is dat dan wel weer fijn. Oké, en dan spannen we nu eventjes deze makker. En dan gaan we even die... Prinses pijlen, dat is natuurlijk logisch. Wat doe je anders met de prinses? Loggen misschien. Maar die heb ik niet. Even kijken, wat gaan wij nu doen? Nou, niet heel veel bijzonders, denk ik. Even kijken, hoe gaan we dit verdedigen? Hij heeft graveyard en dat is niet heel erg chill voor mij. Ah, ja, hij heeft een tower. Jammer, maar hiervoor heb ik gewonnen. Dus dat is dan ook niet heel erg. Ik ga nu nog één potje spelen. En daarna sluit ik deze video af. En hopelijk halen we 3 crowns. Dat zou wel mooi zijn. Hopelijk. Hij is een tegenstander aan het zoeken. En de tegenstander is gevonden. Het is Edseun, want die ook met de streepjes spreek je uit als een eu. Ik ben naar Zweden op vakantie geweest. Daar gebruiken ze die ook. Dus dan weet ik dat wel. En dan gaan we nu even met dit verdedigen. Waarschijnlijk plaatsen ze een hookrider. Dat is meestal bij mensen die zijn ijsgeest plaatsen. Of hij is gewoon een beetje dom. Hij plaatst de hookrider aan de andere kant. Oké. Ik weet niet of de tactiek is om mij te laten denken om al meteen Skeleton Army te plaatsen of zo. Ik heb geen idee, maar hij vindt het of hij plaatst hem verkeerd of... Er zit een tactiek achter. Of hij is gewoon dom. Ik heb geen idee. Maar ik vermoed dat hij gewoon verkeerd heeft geplaatst. Oké. Wat gaan we nu spannen? Wij spannen eventjes lekker dit. Hij houdt wel van ijs, zo te zien. Ijsgeesten, ijsgolem. Dat is ijs, hè? Oké, dit is niet heel mooi verdedigd. Ah, het was ook geen verdedigen, maar ik heb er niet veel over te zeggen. Die musketier moeten we even killen, want die had veel damage kunnen doen.
En dan staan we nu wel achter, maar niet heel dik dus. Hopelijk doet die Skeleton Army nog wat damage. Ja, wat. Vaak schuit het nummer 2 iets. Het is nog steeds wel veel, 400 damage ongeveer. Maar oké, het is nu gebeurd. Vergeet ook wat hij doet tegen mijn gunstelingen en zo. Het helpt dus iets met een beetje nood, volgens mij. Merk ik dat. Dus dan ga ik even met dit defense. Oh nee, valt dus mee. Hij heeft wel een goede verdediging. Het is weer dezelfde situatie. Lekker pijlen, joh. En dan ga ik telkens toch weer die Hulk Rider Skeleton Army, omdat ik echt niks anders kan. Oké, wat ga ik nu doen? Ik heb een goed idee. We gaan heel onverwachts aan de andere kant helemaal aanvallen. En we gaan er lekker voor. Die vuurbal gemist. Dat was dom van hem. Echt heel dom van hem. Maar wordt toch niks. Deze aanval. Heel erg jammer natuurlijk, vind ik dat. En ja. We hebben nog niet verloren, weet je. Als we nou vol op de verdediging gaan, dan kunnen we misschien nog wel een puntje pakken. Maar ik betwijfel het echt, mensen. Jammer. Echt heel jammer. Maar ik zit niet in de 8, alleen 8. En dan is het nog steeds wel oké. Ik heb mijn record gewoon gehaald. Dus dan is het gewoon mooi. Dat was voor deze video. Doe een duimpje omhoog en beneden kan je abonneren. Laat nog een leuke comment achter. En haatreacties zijn we niet zo weg van. Maar oké. Gewoon veel kijkplezier. Misschien abonneer ik ook wel op jouw kanaal als je er even om gevraagd in de comments. Tot de volgende keer!